We staan hier voor een nieuwbouwwoning uit 2018 in Apeldoorn. We hebben hier een Nefit luchtwaterwarmtepomp geïnstalleerd. Een Nefit Envyline met een split buitendeel en een 300 liter boiler. De woning is voorzien van vloerverwarming en zonnepanelen. Met de Nefit Envyline zijn er 48 verschillende configuraties mogelijk, zodat je de installatie precies op de klant kunt afstemmen. Hier is gekozen voor een 300 liter losse boiler, zodat ze in beide badruimten gelijktijdig gebruik kunnen maken van warm water. In 2017 zijn we begonnen met het maken van de plannen voor onze nieuwbouwwoning. Ja, een van de items destijds in de keuzes was toch duurzaamheid. En we wilden heel graag gasloos bouwen. En in overleg met de installateur zijn we gekomen tot de oplossing van een warmtepompinstallatie, die tot op heden enorm goed bevalt. We komen hier in de technische ruimte van de woning. U ziet hier het binnendeel, het boilervat en het buffervat. Tussen het binnen- en buitendeel kan 15 meter leidingwerk. En het buffervat is nodig als u onvoldoende actieve systeeminhoud in de installatie hebt. Het 300 liter boilervat is geschikt voor gelijktijdig warm water in beide badruimten. Het een en ander houd ik bij in een Excel-overzicht. En ja, daaruit komt een berekening en een stukje verschil. En ik kan prima zien wat de installatie verbruikt. En wat ik uiteindelijk aan het einde van de maand toch eventueel moet bijbetalen of terug kan krijgen. Naar als je de elektraverbruik zou omrekenen naar een stuk aardgas, zijn we gegaan naar circa 320 kuub aardgas. Voor zeg maar de verwarming en het warme tapwater. Onze ervaringen gedurende het afgelopen jaar, dit is perfect, want we hebben een prima comfort binnen. We staan hier bij de HMC 300 regeling van het binnendeel. Met deze regeling kun je de kloktijden aanpassen, de parameters, storingen uitlezen en het actuele energieverbruik uitlezen. Er is ook een Bosch Easy Service app. Die werkt hetzelfde als de HMC 300 regeling, maar dan op een telefoon. Middels deze app kunnen we ook de parameters aanpassen, kloktijden wijzigen en de temperaturen. Tevens kunnen we storingen uitlezen en kunnen we de installatie in bedrijf stellen. We hebben ooit bij oplevering de thermostaat ingesteld en eigenlijk sinds de oplevering niet meer naar gekeken. De installatie draait probleemloos en perfect.